Ik ben Monique, coördinator van Dierenopvangcentrum Spijkenissen. En we maken hier elke week het item van Dier van de Week. We hebben hier gemiddeld een hond of 20 en ongeveer 40 katten zitten. Waardoor er altijd keuze is om maar eentje Dier van de Week te maken. Daar zijn we weer, verkouden Monique voor Dier van de Week. Vandaag met Dolfje. Dolfje is een gecastreerde kater van 3 jaar. Een heerlijk eigenzinnig beest. En zoals je ziet, gek op spelen. Maar niet gek op polonaise aan zijn lijf. Daar houdt hij niet van. 1 keer aaien, 2 keer aaien. Bij de 3e keer aaien zegt hij blijf van me af. En dan gebruikt hij best zijn nageltjes. Hij kan niet bij katten. Daar wordt hij heel boos op. Dan gaat hij vechten. Hij kan niet bij kindjes met grijpgrage handjes. En hij zoekt een huis met een fijne groene tuin waar hij veilig buiten kan zijn. Gewoon in zijn eigen tuin, in zijn eigen huis. Niet met andere katten nogmaals, dus ook niet buiten op straat. Want dat wordt knokken. Dus zoek je een prachtige kater van formaat, reageer dan op onze Dolfje. Dan zien we je mailtje tegemoet en dan kan je snel op date met deze kanjer.